Blauwe lucht is een optisch weerfenomeen dat bijna elke dag wel te zien is, maar desondanks toch heel interessant. Want Marcel Minnaert die legde al uit dat het blauwste deel van de hemel te zien is op ongeveer 90 graden, dus in een rechte hoek van de zon. Dus als je met je linkerzij naar de zon gaat staan en je steekt je arm zo zijwaarts uit naar waar de zon staat, dan maak je met je andere arm een rechte hoek, zo ongeveer, en daar kun je dan het blauwste deel van de hemel zien. Blauw licht is eigenlijk heel bijzonder. Het ontstaat namelijk doordat het zonlicht telkens botst met de zuurstofmoleculen in de atmosfeer. En bij al die botsingen wordt het blauwe licht meer afgebogen dan de andere kleuren. Rood licht gaat bijvoorbeeld bijna altijd rechtdoor. En als je wegkijkt van de zon, zie je dus de kleur die het meest wordt afgebogen. En dat is blauw. Deze afbuiging van het blauwe licht wordt Rayleigh-verstrooiing genoemd en is heel sterk voor blauw licht en heel zwak voor de andere kleuren. Als je nou richting de zon kijkt, let wel op voor je ogen, dan zie je dat het blauwe licht snel valer wordt en vlak bij de zon in de buurt is het licht vrijwel helemaal wit. In de richting van de zon is het zonlicht namelijk het minst afgebogen. Het komt in een rechte lijn naar je toe. En dus zie je alle kleuren van het zonlicht door elkaar heen gemengd en dat is dus wit.